Heel veel mensen in het dagelijks leven lopen hier ook tegenaan. Dat ze het niet vervuld zijn met datgene wat ze doen, die voor de buitenwereld succesvol zijn. Voor de buitenwereld hebben ze het heel goed voor elkaar, maar diep van binnen voelen ze... Mm. Hartelijk welkom bij de Sprekerpodcast. Mijn naam is Ko van Gossel en vandaag mij op de bank Sanne van Pasen. Sanne is uh, ooit... Wat is het? Ik heb ooit de wereldbekerklasse met. Van heeft ooit... Het wereldbekerklassement, dat is iets anders dan wereldkampioen, dat dacht ik eigenlijk. Maar dat is even iets anders. Maar dat uh, maakt helemaal niet uit. Het is gewoon een top sporter ooit geweest. Ik weet niet hoe ze dat nog steeds uh, doet, maar is op dit moment met, uh, met eigenlijk hele andere dingen bezig. Maar die achtergrond is zeker wel uh, heel belangrijk. Uh, Sanne, hartelijk welkom. Dank je wel. Helemaal alkmaar vanuit ja. het uh, donkere ja. zuiden. Uh, nou ja, het lichte zuiden toch? Precies, hoe hoe, hoe het zuidelijker, ja. wordt, hoe warmer, ja. hoe meer zon. Hè? Dat is wel waar, <laughs> ja. Waarom hebben we het altijd over het donkere zuiden dan eigenlijk? Oh, die, die, die uitspraak heb ik nog nooit gehoord. Echt waar niet? Nee, nee, nee. No. nee, nee, nee Oké, okay, nee. nou dan... Het slecht. komt natuurlijk dat ik uit het lichte, zonnige uit, zuiden ja, kom. Ja, jij was net naar het donkere Noord-Holland gegaan. En Nevermind, daar gaan we het <laughs> helemaal niet over hebben. Hé, hey, leuk dat je er bent. Je bent hier uh, natuurlijk uh, in de hoedanigheid van, uh, van, uh, van Spreker. Uh, ja. We gaan eens even kijken wat jij allemaal uh, voor moois doet. Want uh, als ik het goed begrepen heb... Uh, ben je erg wel met de met, 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 uh, met, uh, top-performance uh, ja. bezig, maar heb je er gelijk de boodschap bij van zorg dat dat goed in balans is met wat ja. jij zelf bent, of je privé, of hoe je het noemen wil? Nou ja, ik, heb er, ja, ik heb er hele mooie ijs af. Tenminste, <laughs> ik vind dat ze raken in ieder geval. Ik geloof heel erg in peak performance, dus geen high performance. Ja, wat is het verschil? Nou ja, high performance, dan blijf je gewoon als het ware, oké, okay, streven naar steeds hoger, hoger, hoger. En op het moment dat je zelf toestemming geeft om peak performance te leveren, ga je heel erg bouwen aan een fundament. Ik zie het echt als een berg. Ja. Ook vanuit de topsport, hè, het wielrennen, een berg. Eh, het begin van de berg is nooit zo stijl. Dus dat zorgt voor dat fundament, maar je werkt naar een piek toe. Het laatste stukje van die berg, dat is gewoon echt even gas geven, is dus even ja. afzien. Ja. Ik zie dat... Hè, we, we, ja In het dagelijks leven zie ik nu twee mensen, type mensen. Eén type die altijd gas geeft, altijd voluit gaat. Een ander type mensen die gewoon niet eens <laughs> uit durft te gaan. Omdat ja. ze altijd op de handrem zitten. Ja. Ja. En dan ga je naar dat doel toe, naar die piek toe. Dan werk je er heel bewust naartoe. En dan vier je die overwinning boven op die berg. En dan ben je boven gekomen, dan staan we al boven. Dan denk je, oh wauw, ik ben boven gekomen. Uh, en dan kijk je even om je heen en dan zie ik weer andere pieken waar je ook nog heen wil. Ja. Alleen voordat je naar een andere piek gaat, heb je dus die overwinning gevierd en dan ga je eerst die afdaling in. En die vergeten we heel vaak in het dagelijks ja. leven. Ja, want het is dan een metafoor, die afdaling voor? Ja, voor rust, voor ontspanning. Op de mountainbike is het echt fantastisch, het is het meest vet wat er is. Dus gewoon even niets, even, ja. even genieten van die technische trails ja. Maar in het dagelijks leven ook gewoon ja. even huh, even, die, ja, het gas eraf. Ja, en okay. om dat te vertalen naar het bedrijfsleven. Ik heb ook een aantal klanten van mij die hè, naar een beurs toe aan het werken waren. En op maandag hadden ze hun wekelijkse meeting. net nadat ze een beurs hadden gedraaid. Die meeting, die lieten ze doorgaan, waren ze er niet bewust van. Was echt gewoon een fiasco. Ze, ja. ze, eh, zelfs ruzie. Ze, Hoe kan dat? We hebben een topbeurs gedraaid en ja. we hebben nu ruzie. ruzie. En ik zei. Ja, ik snap dat wel. Ja. Dus jullie zijn allemaal ernaartoe geleefd. Ja. En dan ga je dezelfde ritme weer door. Ja. Waarom niet even dan die ontspanning? Zit je dan vol met adrenaline of zo. Van die, van, die, van die vorige dag of weet ik het wat. Nou ja, of, en, of van die ja, van die piek. Ja, van die piek en adrenaline. Als je voor je gevoel hebt, ik ben er. Dan ga je in die ontspanningmodus. En dan komen er ineens irritaties voel je. je. Als je in die rust zit, naar die piekmoment toe, zit je in de adrenaline. Neem je het veel minder waar, dan kan je ook even doorbijten. In mijn ja. geval als topsporter. Ja. Ik was niet ziek. Alleen toen ik dus, nou ja, toen ik dus in die ontspanning ging, als ik rust nam ja. en als ik veel had afgezien, werd ik dan ziek. Ja, dus dan komen er ineens dingen omhoog die al in je systeem zitten, ja. waar dan ruimte voor wordt. En ja. of het nou mooi is of minder mooi is, het komt allemaal omhoog. Ja, ik hoor dat wel eens dat noemen ze dat niet de manager, disease dat die, dat die managers dan inderdaad tijdens hun vakantie hard ja. hartaanvallen krijgen ja. en zo. Is dat, ja. Ja, ja, dat, te ja, dat is daarmee te vergelijken. Okay omdat hun systeem niet gewend is aan ontspanning. Ja. En daarom kan in mijn optiek, wil je gezond blijven performen. Ook heel je leven lang. Mag je echt voor peak performance gaan. waarbij je ook echt jezelf toestemming geeft. die rustmomenten in te plannen. Ja. En ook voordat je gaat pieken. een bewuste rustmomenten inplant. Ja, ja. We doen daar net, want we zitten een beetje vanuit dat sportmetafoor. natuurlijk dan te praten. En dat is logisch, want daar kom je vandaan. Uh, maar jij bent nu niet met sporters bezig. Nee. Maar met het bedrijfsleven. Ja. Of, of met wat wat, we ja. doen. Toen? Ja, ik, ik begeleid ondernemers en hele ambitieuze mensen, teams, om zakelijk te winnen zonder privé te verliezen. Om zakelijk te winnen zonder privé te verliezen. Ja. Want dat ja. gebeurt uiteraard, denk ik. Nou ja, ik zie veel mensen die voor steeds maar die managers disease hebben, maar door ja. blijven gaan. Ja. Nou ja, die komen regelmatig wel eens bij mij en dan zeggen ze... Wow. Ja, voor de buitenwereld heb ik alles. Financieel hoef me niet druk te maken. Ik heb een topbaan. Maar ik voel me niet gelukkig. Mijn team stroomt niet. Dat zie ik ook nog heel vaak. Ja. Weet je, het, het is nog niet oké. Okay. De resultaten ja. zijn wel oké. Okay. Ze zijn bankrekening en dat soort, maar innerlijk voelen ze zich niet vervuld. Ja. En ik zat inderdaad toen ik, toen ik dat ook in Googelen was met, met jou hè, dan, ik zie ook het woord succes dan ook vrij veel voorbij komen. Ja. Hoe definieer jij succes? Want dat heeft hier, hier eigenlijk mee te maken. Hè, met, ja. van, van dat mensen dan, uh, ik vul misschien wat in hoor, dus als dat niet zo is, moet je het zeggen. Maar uh, inderdaad, heel erg bezig zijn, weet ik veel vanuit hun opvoeding. of uh, Ik weet niet waarom ze dat precies doen, maar status uh, te, ja. te krijgen, of macht, of geld. Ja. Of, uh, en... en vaak automatisch piloot, hè? Ja. En gezien worden door je vader, maar dat is iets ja. anders. Hè? Dat is een stukje in mijn huidige werken. Op dit moment werk ik en heb ik, um, ik heb mezelf helemaal ontwikkeld... in het coaching-therapeutenvak. Okay. Dus ik begeleid er veel... Ja, veel ondernemers en hè, die mensen die echt hier tegenaan lopen. Ja. Ik werk ook heel veel systemisch vanuit de onderstroom. Uh, vanuit het jouw systeem van her herkomst. Ook in je organisatiesysteem zit heel kun je veel dat, in. Kun je dat een beetje toelichten? Ik weet van, denk ik wel wat het is. Maar uh, wat, wat is systemisch werken? Nou ja, alles hoort erbij. Dus ik doe meteen zo. Ja. Uh, alles hoort erbij. En wat we heel vaak doen is we kijk alleen maar naar datgene wat zichtbaar is, wat met onze mind zichtbaar is. Maar dat vind ik al een hele mooie om ja, voor de luisteraar mee te nemen. Kijk, wat er in jouw lijf gebeurt tijdens een gesprek geeft jou informatie. Dat is jouw systeem. Dus dat is ook al systemisch. Ja. Luister jij naar de informatie ja. in je lichaam? Ja. Die verteld wordt. Ja. En systemisch ook. Hè, jouw familiesysteem. Onbewust ja. gaan we als kind dingen dragen voor onze ouders. Ja. Kan zijn. Ja. Of we hebben een enorme loyaliteit naar onze ouders. Ja. Maar als je dat als kind hebt gedaan. Kan je daar last van hebben ja. in je dagelijks leven. Omdat ja. je altijd op die manier in het leven staat. Ja. Patronen ontwikkeld. Ja. Dus we zijn onbewust... Of bewust misschien nu wel, want hoor je dit? Ja. Verbonden met systemen en daardoor ja. word jij beïnvloed. Ja, en door die benadering, dan jouw benadering. systemische benadering. Uh, wat wat, wat maakt je mensen dan uh, wijzer, maar dan op een leuke manier? Nou ja, dat ze patronen door kunnen doorbreken. Uh, ook het stukje, ik zei ook altijd: doei, wandelend hoofd. Hallo, energie in je lijf. Ja, um, ik voel ook. Ik zie ook een stukje weerbaarheid die terugkomt. Hè? Gewoon persoonlijke weerbaarheid. Dat ze niet gaat lijden onder de situatie met een lange ei, maar gaan lijden, zelf ja, gaan ja, lijden. Okay, ja. Dus zelf die verantwoordelijkheid pakken. Ja. wat doen ze dat dan niet omdat ze dat systemische geheel niet erkennen of niet zien? Of, of... niet bewust van zijn. Ja. Dat is gewoon dat ze. Hey, je, je herkent dat misschien zelf ook wel. Dat je je weet dat je moet veranderen. Je weet zelfs dat het. Moet. Weer en... je nou weer af mij roken of niet? Oh, ja, bijvoorbeeld. <laughs> <laughs> bijvoorbeeld. Nee, maar je weet, hè, je weet dat het moet. Je weet ja. zelfs hoe het moet, maar je doet het niet. Ja. En ja, heel vaak worden we zo onbewust weer in, in een dynamiek getrokken. Ja. En ja. dat kan dus, hè, omdat we dus onbewust ook in een, hè, een patroon van vroeger worden geactiveerd. Ja. Ja. Maar ook binnen bedrijven en organisaties. Hè, binnen een organisatie hangt ook een systeem energie. Mm -hmm. Dus iedereen kent het wel. Je komt ergens binnenlopen en dan denk je: hier wil ik wel graag werken. Yeah. Yeah. Of dat je denkt: hier wil ik absoluut niet werken. Jeetje mineman, ik wil hier eigenlijk niet in zaken mee doen. Yeah. Ik heb hier toch yeah. een afspraak. Yeah. Dat je meteen een onderbuikgevoel hebt, dan dat yeah. zegt al iets over het systeem. En het kan ook zo zijn dat jij misschien in een rol zit en dat die rol nog besmet is van je voorganger. Ja. En dat je onbewust gedrag vertoont waarvan je denkt hoe kan ik dat nou doen? Dat hoort helemaal niet bij mij. Maar dat dat toevallig die rol daarmee besmet ja. is. Ja. Dat mensen je al zo gaan zien, terwijl jij er nog niet uh, eens was. Ja, of dat jij onbewust er automatisch instapt. Je wordt als het ja. ware zo dringend ja. gezogen. Terwijl je ja. denkt, zo ben ik helemaal niet. Ja. Maar ja. toch gebeurt het. Ja, hey San, maar hoe, 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 hoe doe jij dat dan? Want ik, ik hoor een aantal dingen. Hè. Je zegt uh, ook met coaching, daar kan ik ja. me dan van alles bij voorstellen. Ja. Want het is bij, bijna therapeutisch wat je, ja. wat je, wat je, wat je ja. zegt. Uh, dat zie ik dan op één, op één heel goed uh, gebeuren. Um, maar wat, wat breng jij als, als, als spreker dan ten tonele? Want dan sta je voor een keynote van drie ja. kwartier of zoiets? Of, of, vaak iets langer. Maar wat ik heel erg, echt waar ik gewoon heel erg blij van word, is een co-creatie met, met, met de klant. Okay. Dus ik ga vaak in het gesprek: wat is de intentie? Jullie willen graag een lezing over veerkracht, of over uh, samenwerken, of over omgaan met weerstand, of wat het thema ook is. Ja. Hè? Ja. Die ook veel met de sport raken. Uh, maar dan ga ik ze in gesprek van wat wil je nou dat het publiek ook ervaart? Ja. En waar ik echt voor sta is om als spreker het publiek letterlijk en figuurlijk in beweging te brengen. Dus dat ze ook letterlijk iets gaan ervaren in plaats van dat ik alleen maar zend. Ja, je staat niet drie kwartier achter een kathedraal uh, nee, een nee, en, uh, nee, ik vind het fantastisch als het publiek ook letterlijk dingen gaat ervaren. Dus he, ja. ook wat ik zei net al, de term wandelend hoofd. Ik geloof erin dat ook informatie veel beter blijft landen als je het ook echt gaat voelen in je lijf. Dus ja. ik doe oefeningen, um, ja. ik kan systemische oefeningen doen of andere oefeningen, een stukje omgaan met weerstand. Ik laat ook mensen wel zoiets met een blinddoek doen. Um, maar pik je er dan een paar uit om dat voor te doen of laat je echt die hele zaal dan? Uh, uh, beide. Ja. Want, is er, is er dan een grens aan het, aan, het, aan het aantal mensen wat je in zo'n zaal dan kan... Uh... Hendelen. Nou ja, 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 ik wou <laughs> zeggen minnen, maar dat is wel heel. Nou ja, weet je, het is, het is een beetje afhankelijk van wat de essentie is van ja. de lezing. Het is natuurlijk, ja. ik kan niet 200 man met een blinddoek door de zaal nee, dat, laten lopen. Het is nou, uh, dus ook, ja. dus ook afhankelijk hoe de zaal eruit ziet. Ja. Um, ik ben behoorlijk echt flexibel. Maar dan is het ook weer het verhaal. Hey, wat doe je met het geluid? Wat doe je met dat soort dingen? Um, maar als je met zo'n grote groep hè, bent, doe je andere simpele oefeningen waarbij ja. ze met elkaar kunnen verbinden. Ja. Die vind ik okay. gewoon wel echt essentieel. Maar dan komen ze wel van die stoel af, waarschijnlijk. Oké, oké. En dan komt jouw achtergrond als sporter dan wel weer wat misschien de voren, of niet? Of ja, het... nou, dat, dat is misschien wel leuk om te vertellen. Kijk, ik ja. gaf tijdens mijn sportcarrière, ik heb veldrijden, mountainbiken gedaan, uh, wielrennen, en ik gaf veel mountainbike clinics. En tijdens die motorbike clinics kon ik aan lichaamstijl zien. Ja, dat vertelde mij informatie over hun persoonlijkheid. Uh, ook over hun persoonlijkheid, ook, maar ook waar ze tegenaan liepen in het dagelijks leven. Oh ja? Uh, ja, ik kon dus zien tegen welke eh, patronen loop je hij tegenaan. Maar dat zie je in hun houding? Ja, in hun houding. Als ik dingen uitleg en dat de een dat wel doet, de ander dat niet doet. Dus, um, wij we hadden net in het voorgesprek ook over dat jij zei, ja, bepaalde type mensen uh, die spelen een bepaald muziekinstrument. Ja, ja, klopt. Bassisten zijn heel andere types dan uh, ja, zoologisten. Dus, zo. dus dat zegt ook al iets over het type mensen. En ik zag ja. dat dus zeg maar, met de lichaamshouding ja. uh, op de fiets. En ook een stukje, als het spannend werd, van hoe ga je met die spanning om? En waarom kan de een dat wel, de ander dat niet? En nou, ik ben dat dus zo helemaal gaan, gaan zien en gaan ervaren. Op een gegeven moment ging ik vragen stellen. En zei ze: Hoe weet je dat? Ja, ja. En vandaaruit is mijn passie ook, hè, sowieso. Hè, ik vond het heel erg leuk om clinics te geven, maar ja. ook dat die ervaring erbij zit. Ik denk ik kan ja. het jou wel uitleggen ja. hoe je met weerstand omgaat, hoe je met spanning omgaat, hoe je met optimale performance omgaat. Maar als jij het hier alleen maar begrijpt, wil niet zeggen dat je het echt met hart en ziel ja. snapt. Ja, het incorporeren, dat is nog ja, wat anders. Het ja, het belichamen, het, het echt letterlijk ervaren. Ja. En, um, en ik vind het, hè, het is natuurlijk een illusie om dat in één lezing nou, teweeg niet te brengen. Ja, maar als je daar wel een zaadje bij kan laten planten. Dan ik zie gewoon dat er veel te veel mensen in hun hoofd leven. En dat is hetzelfde. Daar komt mijn verhaal ook vandaan. Ik, was, uh, ik combineerde een topsportcarrière. Ik woonde van mijn, vanaf mijn zeventiende op kamers. Ik runde mijn eigen team. En op, hè, ik deed een master, een universitaire opleiding. Ja. Ja, die heb, ik, je die heb ik afgemaakt? Die heb ik afgemaakt. Bedrijfskunde? Ja, commerciële opleiding. had je nog een ja. deel gedaan? Ja. En um, ik won het klassement veldrijden. Dus ik hield best wel veel ballen Zo. op jonge leeftijd in ja. de lucht. Hè? Ik was ja. 21 toen ik dat won. Ja. En toen stond ik daar op het podium. En er stonden echt, oh, ja, echt heel veel mensen voor me. Echt honderden. En het was in januari... In hoge rijden, net op de grens bij België. Ja. En het was veldrijden is echt ook een Belgische sport. En het Wilhelmus werd gespeeld en ik weet nog ik had die prijs in mijn handen en ik stond daar met mijn hè, met een truitje zo, met mijn kinderen die trui, want het was zo koud en mijn muts op mijn schouders, muts over mijn oren. En toen hoorde ik dus het Wilhelmus. en toen besefte ik me: is dit het nou? Voelt het nu zo om het met veldrijden te, te rijden? Hoe voelde het? Ja, ik vond het gewoon. Ik ben nog steeds van een verbazen. Er is niks veranderd. Ja. En een andere stem zei: Wat is next? Wat is mijn volgende doel? En onbewust heb ik tot dat moment in die high-performance modus gezeten. Want ik was maar en universitaire opleidingen doen. En met team aan het runnen. En hij oh, gewoon op mezelf. En, en, en. Ja. en ik deed ja. het allemaal maar gewoon ja. vanuit gewoon doorgaan. Ja, waarom was dat trouwens? Weet je dat? Ben je erachter gekomen? Ja, achter, ben ik achtergekomen. Ik ben daar um, achter gekomen. is uiteindelijk. Hè, ook daarom is mijn passie voor systemisch werk ontstaan. Um, ik ben destijds ook altijd heel goed begeleid geweest. En mijn vader is zeg maar in mijn pubertijd, is hij een tijdje, ik zeg niet afwezig geweest, hij was er gewoon. Ik ben een boerendochter, uh, een gezin van vier kinderen, een mooie grote boerderij. De oudste. De oudste. Uh, of in ieder geval voor de bu buitenwereld de oudste. Ik heb een overleden broertje bij de geboorte. Dus ja. er zit ook al systemisch wat in. Ja. ja. Um, maar mijn vader had een wiples gehad tijdens mijn ja, puberteit, groep 8, middelbare schooltijd. En dat hield in voor ons thuis destijds dat, stijt, dat uh, papa niet in de stal. Hij kon niet in de melkstal staan. Uh, tussen de koeien. Want alles was met zijn geluiden, met zijn hoofd, dat kon die allemaal niet. Dus mijn moeder ging eerst melken. En ik ging heel vaak in ochtends ook nog de stal in om even mijn moeder mee te helpen. En uh, als wij dan aan het eten waren, bijvoorbeeld. En mijn vader kwam binnen dan zei mijn moeder ook st, st, opletten. Ze dus moesten rustig zijn. Mijn vader was Heel erg met zichzelf bezig. Ik kan nu niks doen en dat is, ook, dat is logisch. Mm -hmm. Maar als kind, zijnde heb ik wel onbewust gevoeld van: hé, hey, ik wil gezien worden door jou. En ook een stukje om de situatie thuis te ontvluchten. Ik was altijd heel gevoelig. Heb ik me verloren? Of verloren? Ben ik me gaan verdiepen in het studeren? Ik heb heel veel gestudeerd en me heel veel gaan fietsen. En dat is de uitlaatklep geweest om thuis maar niet te hoeven te zijn. Maar ook als een innerlijke bewijs eraan, ik wil gezien worden ja, door jou. Ja, ja. En letterlijk. Um, nou ja, letterlijk toen ik later... want ik ben uiteindelijk heel beheftig geblesseerd geraakt... en kwam ik ergens... Hè. ik liep echt heel erg tegen de lamp. En hoe toen kwam ik... dat? Ja, ik, ik, ja hoe bal dat bal. kwam? Ja, weet je, ik was heel veel dingen... Eh, ik was die vijf ballen tegelijk de lucht in aan het houden. Ja, maar en... was dat dan? Over? Overstress? Ja, het over was overstress. Ja, gewoon... ja, dus, dus als je iemand over stress wil hebben spreken... kan ik heel goed. Ja. <laughs> Vitaliteit. Ja. Maar in ieder geval... Um, ik ben gewoon over grenzen heen gegaan... Want toen ik op dat podium stond, oké, okay, dat stemmetje wat next? Ik ben doorgegaan. Ik ben doorgegaan. Wat, hè? We hebben vier manieren hoe we onze batterij kunnen vullen. Ik zei ook al, vier lagen op waar we moeten trainen. Dat is fysiek, mentaal, emotioneel en uh, spiritueel of energetisch. En wat ik bijvoorbeeld met mijn studie deed, is als ik mijn proef, even mijn tentamens had. Dan plande ik mijn rustweek in fysiek. Maar als je mentaal heel erg belast wordt... put je je fysieke systeem ook uit. En andersom. Okay, dus ik okay. had nooit letterlijk rust. Ja. En ik vergat om al mijn batterijen... Ik wist ook niet eens hoe ik me energetisch kon vullen. Ja. Uh, ik wist al helemaal niet mijn emoties doorvoelen. Nee, je moet de vuile was niet buiten hangen. Dus emoties voelen in mijn lijf had ik ook nog nooit gedaan. Dus doordat ik gewend was om... Hé, hey, Emma door. Dus die high performance. Emma door, ga maar voor het maximale. Hmm. Opgeven is geen optie, was mijn patroon. Hmm. Niet lullen, maar poetsen. Hmm. En Heb je toen die erkenning gekregen? Of werd je gezien toen? Ik, ik werd wel gezien, maar ja, ik merkte toen ook van... Ja, maar is dit het nou? Ja, dat was dat, het misschien dat, ook. Dat vervulde me ook niet. Nee. En toen ik uiteindelijk dus erachter kwam... en hè, weer echt mijn plek, de juiste plek innam in mijn gezin... Um, is mijn drive voor mijn sport ook werkelijk echt veranderd? In wat voor zin? Ja, dat, dat, ik genoot er enorm van, maar dat ja. ik niet op per se de winnen. Ja, nou, dat is grappig dat je dat zegt, want al, al lezen daar over jou, toen dacht ik, eh, ik zei het net al, ik hoor dat woord succes dan ook heel veel. Hoe, hoe heb jij een definitie voor succes? Ja, ik zeg altijd, als je eigen spelregels bepaalt, win je ja. altijd. Als je, je eigen spelregels bepaalt, win je altijd. Ja. ja. Dus. Oké. Okay. Dus, ga maar eens voor jezelf na van, van wat zijn jouw spelregels en ja. waar word jij nu ziels gelukkig van? Ja, en laat je dan niet kisten door een omgeving of uh, ja. uh, laat je oude systemen los of, 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 of nou ja, ook of, of, of hey, bewandel je met anders spatten? of zit je in die automatische piloot of ja. loop je het automatische carrièrepad binnen je organisatie? Ja. Um, doe je wat logisch is ja. in plaats van dat je echt je hart volgt? Ja. Daar word ik blij van. Ja. Of je gaat geld achterna. Ja. Dat doen ook heel veel mensen. Ja, zeker. Nou ja, freedom is just another word for nothing left to lose. Like Chris Christofferson. Uh, geld is belangrijk. Soms, als je het wist, je moet niet arm zijn. denk ik altijd. Maar, uh... ja, maar, maar, maar ik, wat je nu zegt, hè, je moet niet arm zijn. Ja. Maar ik geloof er ook heilig in dat rijkdom echt een hele andere dingen zit. Ja, dat ben ik volkomen met je eens. Maar vertel eens... Nou ja, we grapten straks hier al. Ik heb een eigen bos. Uh, ja, dat kijk. vind ik wel uh, jaloers maken. En ja. vanochtend ook, hè? Um, of gisterochtend. Nee, zondagochtend. Maakt het niet uit. Jullie weten toch niet eens welke dag het is vandaag. <laughs> zondagochtend werd ik wakker. En toen hoorde ik in de tuin zo piep, piep, piep. Alleen dan heel mooi. En toen dacht ik, oh, ze zijn geboren. En later die dag, ik had niet meteen gekeken, want ik zag ze, zag ze niet in mijn tuin. Ik heb een hele grote tuin. Toen zag ik dus, jongen, loop eentjes door mijn tuin lopen. Okay. En dan denk ik, dit is toch gewoon geluk, jongens. Als je ja. toch gewoon die beestjes door je tuin ziet gaan. Ja. En dat je ze... Achter moeders aan of zo. Yeah. Ja. 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 Je doet me een beetje denken aan de Sopranos. Heb je dat gezien, vanaf Nee. Oh, die man is een maffiabaas die helemaal ontroerd wordt... doordat er eentjes in zijn zwembad zitten. Ja. maar uh, ja, ik, ik ben het met je eens hoor ik snap dat heel goed hey, maar, maar, maar uh, hoe doe je dat um, je gaat dan een lezing houden je zegt oké okay, ik ga het in overleg met de opdrachtgever uh, ik hoor dat je het, het, het tijdsverhaal ook nogal dat dat flexibel is of hoe lang ja. ze dat uh, ja. uh, willen hebben uh, wat, wat, wat uh, als je klaar bent een applaus waar zwaaien, zwaaien daar gaat ze aan wat hebben ze dan uh, opgepikt uh, sowieso hebben ze een dosis energie gevoeld. Hè. Dat is wat ja. ik sowieso oh, ja. altijd terugkrijg van, ja. Uh, ja, dat dat Ben ja, wel een beetje een vrolijk type. We zitten Daar ben of ik helemaal niet op. Ben helemaal niet vrolijk. Nee. nee maar ik breng, ik breng dat sowieso Een energieboost dat sowieso. Maar het publiek heeft ook ervaren dat ze met kleine veranderingen het verschil kunnen maken. Oké. Okay. En ook hè, dat het om aandachtverbinding gaat. Ook ja, het is afhankelijk met welk thema. Hoe zit dat verbinding in elkaar? Want dan ben ik toevallig altijd in geïnteresseerd. Ja? Waarom ben je erin geïnteresseerd? Nou, omdat ik denk dat, dat, dat ik, ik Ik ben ondertussen een, een oude, crumpy old man aan het worden die, die erg zachterreinig wordt van, van, van de anno. Er is een woord voor: anonimiteit. Ano... Het is niet anonimiteit, maar dat we gewoon niks meer met elkaar lijken te hebben. Weet je wel, ja. Ik doe mijn uiterste best in mijn eigen buurt of weet ik veel wat. Ja. Dan, mijn werk. of... Ja. Uh, maar dat, dat ik het gevoel heb dat zoveel mensen uh, ja. Uh, ja, geen en, verbinding meer voelen. Nee. En dat daar ook al die ellende ja. van het extremisme in zo Nou ja, maar daar ben ik dan het helemaal mee eens. En dat is ook wat ik bij heel veel organisaties zie. Van, denk ik, ja, kennen jullie elkaar wel echt? Nou, bijvoorbeeld. Hebben jullie het ja. gesprek wel gevoerd ja. op wat waar het echt om gaat? Ja. En dat is ook... Maar um, hoe doe jij dat dan? Want ben ik ja, even hoe gereden. ik dat doe? Nou ja, weet je, ik laat heel vaak... Begin ik al met een oefening. Maar dat is, hè, dat is afhankelijk van welk thema en vraagstuk... Ja. het intentie is van, van de opdrachtgever. Ja. ja. Uh, laat ik ze met een vraag met elkaar verbinden. En wat ik dus doe, dat is een, een niet-reguliere vraag. Een vraag die gestoeld is aan mijn verhaal. Uh, ook een vraag die vaak met peak performance te maken heeft. het dus kan zo zijn van... Hey, deel eens die ander. Stel voor dat alles kan. Jouw mooiste droom die je graag zou willen realiseren. En ik geloof in smooth dromen. Dus... Ze uh, moet, staat voor simpel, meetbaar, onrealistisch, onacceptabel, oh ja, ik, ja. tijdsgebonden, hilarisch. Hilarisch. Ja, dus ja. Of, die, of ik laat die met elkaar uh, delen. Of um, ook het stukje wat ik heel vaak doe is: ja, hey, deel maar eens even met de buurvrouw of buurman. Van ja, ontmoet elkaar maar eens echt een deel. Maar eens, hoe zit jij hier nu bij? Ja. Alleen ja. al die vraag. Ja. En wat is jouw intentie voor vandaag? Ja. Hè, dus zicht eraan wat ze aan doen zijn, maar dat ik ze ja. met elkaar laat delen. Ja. Maar dan niet met de buurvrouw of buurman waar ze lang zitten. waar ze ja. mee zijn gekomen. Dus ja. heel vaak al. die kennen ze al. Ja. Uh, degene die achter hen zit of die voor hen ja. zit, ja. ik heb ook nog nooit een oefening die ik doe, dat ze gewoon echt random iemand moeten gaan pikken. Maar dat is afhankelijk hoe groot die groep is, ja. Ja. waarmee we aan de slag gaan. Ja. Maar het gaat echt om die verbinding. Weet je, om, ja. ben jij in staat om die ander echt te ontmoeten ja. op een andere laag? Ja. Is Dat nou ook iets wat zo voortkomt weer uit jouw? Ik, ik spring van de hak de hak maar vanuit jouw sportverleden was dat toen ook, want dat is vrij individualistisch. Ja. Hè? Dat, uh... ja. ik denk ook wel dat ik daarom vrij jong ben gestopt. Okay. Ik zat heel aan tafel en dacht, ik, ja, is dit nou hier het enige waar we hierover kunnen hebben? Over uh, om over het fietsen te praten. Ja. Ik voelde altijd zoveel meer in het leven. Ja. Ja. Um, en ik geloof echt, weet je wel, die verbinding van ben je in staat om die ander echt te ontmoeten achter alle maskers. En op het moment dat jij ook als leidinggevende in staat bent om jouw medewerkers echt te ontmoeten achter alle maskers en zelf alle maskers af te doen, oh, dan krijg je zoveel meer voor elkaar in je team, ja. in je organisatie. Ja, wat als je dat nou samen moet vatten, Sanne, wat je doet, ik snap namelijk nu heel goed je verhalen ook hè, vanuit jouw persoonlijke, jouw persoonlijke tocht ook wel. Uh, uh, als, als je dat nou in, in, in drie thema's moet verpakken, wat jij doet voor bedrijven. Hm. Waarom moeten we Sanne van Pasen hebben? wat zijn de kaders van thema's? Uh, nou, je moet mij hebben als je publiek letterlijk en figuurlijk in beweging wilt brengen. Dus uh, die verbinding, die energie. Ja. Uh, dat je de ander ook echt gunt om de ander te echt te ontmoeten achter al die maskers. Ja, want dat leidt tot betere samenwerking straks in de bedrijven. Ja, nou dat, dat zorgt ervoor dat er vanuit de onderstromen... je hebt altijd een onderstromen in organisaties. Dat is datgene wat niet zichtbaar is. De bovenstroom, dat is wat zichtbaar is, wat meetbaar is. En door die maskers af, door die verbinding komt die onderstroom makkelijker boven tafel. Ja. Heb je geen angstcultuur. Zijn makkelijker dingen bespreekbaar. Um, kan je sneller keuzes maken? Kan je sneller je mensen mee in transitie meenemen? Dus die gaat daarover. Okay. Ja, het stukje waar ik ook gewoon heel enthousiast ben, hè, over een stukje vitaliteit. Werkdruk, werkplezier. Ja. Um, dat zijn ook echt mijn tegenstellingen. Ja, want kun teams. je ze ook inderdaad tips geven? Want ik snap nu pas eigenlijk wat het verschil is tussen, wat je zei, peak performance en, en high, performance, high performance. Ja. Dat kan dus ook over de persoon, kan als organisatie afwassen eh, op de individu. Ja, want ik kan me heel goed voorstellen dat dat best een probleem is bij een hoop mensen. Nee, ja, ik, en, ik zie dat. Uh, ja. ja. Ik zie dat heel veel. Ik kreeg van de week nog een uh, berichtje van een. Uh, Iemand had mijn boek geschreven. Ik heb het boek geschreven het leven dat is pas topsport. Dan gaan we hier ook mee aan de slag. Ja. En die man die zei letterlijk van Sanne, hey, ik heb nu je boek geschreven. Echt super waardevol. Ik heb er ja. veel ja. uitgehaald. Ja. Maar hoe ga ik hiermee om als ja. je leidinggevende bent binnen een high-performance organisatie, die alleen maar stuurt op volgende targets. En als een target niet op groen staat, dan gaan we op dat target weer werken, tot het die ja. groen is. En dan gaan we naar degene ja. die weer rood is. Ja. Maar jij zegt peak Performance, jij zegt totaal iets anders. Ja. En ik voel die wel, want we zitten elke keer op datgene wat niet goed gaat, moeten ja. we focussen. Ja, Ja, dus dat is ook de kunst van het ontspannen dan, als ik, je, als ik je goed vertaal? Het kunst van het ontspannen, die onderstroom wat ik net overdeel, die is essentieel. Ja. Ik geloof in supercompensatie. Supercompensatie? Een supercompensatie is vanuit de topsport, waarbij je dus... Voor een heel belangrijk moment eerst even rust neemt. om vervolgens volle bak te kunnen pieken. Oh ja, dat je niet overtraind aan de start komt. Hè? Ja, oh, ja. Oké. Okay. Ja. Hey, en, en wat ik ook belangrijk vind, maar dan vul ik het in: je antwoord. Je hebt het steeds ook over de, over de, de balans zeg maar tussen. Uh, ja, werk en, en privé. Of ja. Uh, ja, ik vind, vind dat ik hou nooit van die termen. Maar ik, ja, dat, ja. Dat, dat, dat is de bulkterm. Ja. Uh, de balans: zakelijk winnen zonder privé te verliezen. Dus. Ja. Ik, ben, ik kan jou heel goed op scherp zetten. Heel, wat zijn jouw spelregels? Waar word jij nu blij ja, van? Ja. En waar ik ook um, heel blij van word, is omgaan, omgaan bij weerstand, omgaan bij verandering. Oh ja. Daar kan je ook hele mooie ervaringsoefeningen mensen letterlijk laten ervaren. Wat gebeurt er nu bij weerstand? Ja, ja. Wat gebeurt er met jouw tone of voice als jij als leider spanning ervaart? Als jij er niet achter staat? Ja. En, en ze moeten jou dus ook inhuren denk ik dan als, als er de weet ik veel, een of andere turnover uh, of wat ik het fusie of uh, samen ja. ja dan weet je al dat de weerstand altijd hè, er wel wel ja. is dan, uh, ja. dan zouden ze ja. met jou een leuke ja. spreker hebben aan jou een leuke spreker hebben ja denk en dan denk ik, ik en weet je eigenlijk doe je dan met spreker tekort want ik doe, ja. he, ik breng jou echt een beweging laat je dingen ervaren ja dus ik zou ja. zeggen als jij um, gewoon suffel blijven zitten en jouw uh, medewerkers eigenlijk maar gewoon uh, dood wil laten bloeien, ja. zeg maar. Ja. Moet je mij niet boeken. Ja. Ja. Nee, duidelijk. Nou ja, oké. Okay. Dan boeken we je niet. Hè? Ja, kan ook, hè? <laughs> <laughs> ik zei straks: okay. hè, Ik wil niet doodgevonden worden onder een systeemplafond. <laughs> nou, daar heb ik straks dan nog een vraag over, maar uh, <laughs> over het systeemplafond en dood. Maar uh, waarom doe jij dit? Ja, je moet je moet, Je je goh, Eigenlijk heb je dan een hele rare carrière hè, als topsporter, want ook in de middelbare school ga je dan toch altijd tenminste in of niet? Ja, of tenminste in. Ik ken hier in Alkmaar hebben ze dan zo'n oh, ja, school waar ze bijvoorbeeld dat toptalent van AZ allerlei aparte ja. trajecten geven. Ja. Had jij ja, dat nee, ook? Nee, nee, nee. Nee. Dus het was gewoon bij jou gewoon 1-1. En, en, en niet ja. zo. Nee, ja, zo ben ik ook opgevoed. Ja. Ja. Maar waar jij vraagt waarom ik dit doe. Jij bent ja. ook als wat, spreker. Ja, ja, ja je bent je, ben je hebt wel zo'n carrière achter de rug. Ik, 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 ik ja. weet niet hoor. Van, ja. Je hoort als mensen dan. Hè, die stoppen dan op hun 32e ja. uh, met voetballen. en die vallen dan in 1 nog gehad. Of je nee, bent in 1 gedreven geweest. Nou, weet je wel. Ik kwam dus hè, wat ik straks deelde over met mijn vader. en ik ben heel erg heftig geblesseerd geweest. anderhalf jaar. En ik kwam toen weer terug op. daarna op het hoogste niveau. Maar die anderhalf jaar is echt een zwart gat geweest. Ziet het als een fysieke burn-out. Ja. Uh, ja. Depressief. Nou ja, weet je, gewoon als jij uh, fysiek. Yeah, mijn sport was mijn grootste hobby. Ik had op dat moment, als ik afgestudeerd dat was, mijn grootste fout, dat ik afgestudeerd was. Uh, ik had gewoon nog een andere studie moeten gaan doen. Want dan had ik mentale afleiding. Ja, ja. Maar ineens was, werd mijn grootste passie mijn beroep. Ja. Dus de druk ging omhoog. Ja. Um, en na anderhalf jaar gerevalideerd kan ik je vertellen, dan leer je heel veel over jezelf. En toen kwam ik weer terug en toen voelde ik echt van... Ja, maar het draait niet om winnen. Is dit nu echt datgene wat mij gelukkig maakt? Het winnen, het beste zijn. Ja. Um, en ik weet nog goed, dat was bij een wedstrijd... Mijn eerste wedstrijd na mijn blessureperiode. En toen voelde ik... Heel veel mensen in het dagelijks leven lopen hier ook tegenaan. Dat ze niet vervuld zijn met datgene wat ze doen. Die voor de buitenwereld succesvol zijn. Voor de buitenwereld hebben ze het heel goed voor elkaar. Maar diep van binnen voelen ze... Hem. Mm. En toen wist ik... Ik wil dit werk gaan doen. Ik wil het werk wat ik nu doe. Ik noem mezelf peak performance coach. wil ik gaan doen. Maar ik had helemaal geen opleiding. Ik heb een commerciële opleiding gedaan. Um, en geen werkervaring. Uiteindelijk ben ik gestopt. En heb ik dus twee jaar gewerkt. Ik, nu doe ik alleen maar leuke dingen. Ja. Dan ik ook mijn geld. Ja. Ja. Um, en ik heb dus toen twee jaar... Uh, tijdens die, dat ik heb gewerkt... heb ik ook opleidingen gedaan. ik ben toen nooit meer gestopt met leren. Dus ik ben me helemaal gaan verdiepen in het uh, coachingsvak, het therapeutenvak, het systemisch ja. werk, het ja. energetisch werk. Dus dat ik op al die lagen ook straks zei: ja. mentaal, fysiek, emotioneel, energetisch kan werken. Want ik geloof pas dat je duurzame veranderingen maakt mm -hmm. als je ze allemaal meeneemt. Want het mentale spel kan wel, maar dat is het niet duurzaam. Nee, oké, okay, maar dat doe je nu hartstikke goed. Maar wat is de er lol ervan? <laughs> Voor jou, bedoel ik? Dus ja, ik snapt het doel wil. Maar... Wat het lol van mij is. <laughs> word jij er blij van? Ja, het? ik word heel blij van. Ja? En vooral de manier. En weet je, kijk, ik deelde het straks uh, hier al op kantoor. Weet je, ik ben anderhalf jaar geleden moeder geworden. En toen heb ik me wel even achter de oren gekrapt. Wil ik ja. uh, nog steeds op het podium staan? Ja. Wil ik wel überhaupt spreker zijn? Ja. Um, en dan, toen was mijn antwoord nee. En toen dacht ik ja nee. En ik heb recent weer een eigen event gegeven. Uh, en toen voelde ik, ja, dit is wat ik te doen heb. Maar ja. wat ik miste, ik kom daar niet om te zenden. Ik kom om een ja. beweging te creëren. Dus waarom ja. ik doe wat ik doe en waarom ja. ik graag dus bij bedrijven langskom, is dat ik een beweging, ik wil een verandering laten ja. plaatsvinden. Dus daarom dat ik ook voor die co-creatie wil gaan. En niet zomaar kom zeggen, oké, okay, dit is mijn talk. Ja, dan ben um, ik dan, in de, tot ziens. Ja, ja, ja mooi, weet je uh, leuk geïnspireerd, doei. Ja. Nee, ik wil dat er een zaadje is, of een zaadje is geplant bij de... Luisteraars bij het publiek, ja. waarvan ze denken, oké, okay, hier moet ik iets mee. Ga ik ook echt mee aan de slag. Ja. En ik doe dus ook heel vaak dingen mee in het voortraject en het natraject, zodat die transitie ook echt ja, in gang gezet kan ja, worden. Want dus, dat kan dus inderdaad ook. Ze dus kunnen jou inhuren als spreker. Ja. Maar er kan ook een vervolgtraject volgtraject even, even nou ja, dan, uh, ja, mogelijk dat, komen. En het kan hè, ik wat ja. ik heel vaak hè, ook doe, is een stukje hè, vooraf, zeg maar, met een video of iets dat mensen geprept komen. Nou ja. En nou, dan geef ja. ik zeg maar, de organisatie mee. Oké, okay, op deze manier kan jij de deelnemers preppen. Ja. Um, uh, ik ga ook meekijken hoe doen jullie dat. En daarna uh, ja, dan ga ik ook meekijken. Oké, okay, wat doen jullie hier daarna mee? Want het is leuk om even zoiets te organiseren. Dan heb je geen bal aan, man. Ja. Ja. Maar hoe zorg je voor die duurzame verandering binnen je bedrijf? Ja. Dus soms maak ik nog iets voor de deelnemers erna. Of ik doe uh, een briefing geven aan het managementteam. Of een briefing geven aan de leidinggevende die met mijn team aan de slag gaat. Dat is afhankelijk. Maar ik wil niet dat er weet je, ik wil niet dat er zomaar een spreker ingeschakeld wordt om ja, even iets goeds te doen voor de mensen. Nee, ik wil verandering. Ja. En omdat ik dat zo voel, dat is waarom ik dat doe. Ik wil verandering ja. faciliteren. Ja, en niet want tereen... daar wil je dus wel blijven. Ik Want we blij... hadden het al over jouw ja. topsportcarrière. Je wilde graag gezien worden. Je wilde graag tot ja. die erkenning. Ja. Ik wil dat een ander bij zichzelf thuis komt. Ik heb het gevoel dat ik afgelopen jaren thuis gekomen ben bij mezelf. Oh ja. En okay, ik ja. geloof ook al oh, dat het ja. is altijd weer een reis is, zeg maar. Hè? Ja. Maar ik wil dat jij alle anderen die ik ontmoet, dat ze thuis komen bij zichzelf. Dat, ze echt, hè, wat, dat is echt wat een uitspraak die ik heel vaak hoor. Oh, het is eigenlijk niet zo moeilijk, hè, Sanne? Nee. Als je heel dicht bij jezelf blijft, dan is het niet zo moeilijk. Nou, dan moet je jezelf kennen. Moet je jezelf kennen. Of, of met jouw hulp leren kennen. Nou ja, ik, ik ben niet de holy grail, weet je. Ik wil nee, je er nee, graag nee, bij helpen, is, maar ja. als ik met jou resoneer. Ja. Maar... Ja. Je moet jezelf leren kennen, je moet bewust worden. Je, het is essentieel dat je geen wandelend hoofd bent, maar ook waarneemt wat gebeurt er in je lijf. Ja. En juist in, veran in organisaties die in verandering zijn, hè, in de huidige maatschappij, ja. zitten we heel veel in ons hoofd. Ja, en je laat ze thuiskomen. Ja. Mooi. Terug naar het systeemplafond en uh, de dood. <laughs> hey, ik laat ze thuiskomen maar buiten... levend. <laughs> Nee, dit was afgesloten. Dit was nu okay. een nieuwe vraag. Ja, ja, weet ik. Maar ik moest even, het thuis komen leven. Nu gaan we het systeemplafond aan de dood. Ja. Go. Oké, okay, mooi overgang dit. Ja, toch? Ja, we moeten het ooit afsluiten. En uh, hey, nou, Ik ben benieuwd naar je afsluitende doodvraag. Nou ja, vraag. ik denk, ja, de vraag wat in iedereen het is een beetje morbide, dat snap ik ook. Maar het, is, uh, het gaat over het leven. En uh, uh, nou, laat ik niet veel zeggen. Je, je rijdt hier weg, nou ben je met de trein, maar stel nou, je valt uit de trein of weet ik het wat, het gaat helemaal mis. Ik ga dood. Nou ja, of uh, ging je maar dood? Je, 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 wordt wakker, je wordt wakker onder een systeemplafond. Ja. En uh, dokter Oetker die, die, die zegt, uh, nou, mevrouw Verpaas, het is echt heel vervelend. maar uh, dit wordt niks meer. Maar u heeft nog een half uur uh, te leven. Dus uh, nou, succes. Wat denk jij dan? Als ik als ik zeg maar nu hoor dat ik een half uur te leven heb. Ja. Uh, breng mij dan in dit geval, dat we hier in Alkmaar zitten, maar naar zee toe. Dan wil ik nog even een half uurtje bij zee zijn. Ja. En bij ons thuis ja. in het bos. Ja. Maar heb je dan een fulfilled life? Oh, dat bedoel je. Dat, dat is zo. Vraag. vraag. Heb je spijt? Of, uh... Nee. Op dit ja, moment... Nee. Um... Heb ik Nee, ik, sowieso heb ik geen spijt van de dingen in mijn leven. Ik ben echt een heel, op dit moment een heel blij mens. Dat okay. Ik moet me ook wel eens afvragen, wat wil ik nog meer? Um... Ik ben vooral dankbaar. Ja, dankbaar. En ergens voel ik... Ik zou nog iets meer in het buitenland willen zijn. Als jij nu deze... Ik ben echt aan het voelen... Ik, ik zou meer in het buitenland willen zijn. Om? Uh, nee, daar zijn we ook allemaal bezig. Om een vakantiehuisje. Meer dan vakantiehuisjes. De zon in of zo? Of wat, wat uh, natuur in? Ik, uh, hey, ik heb het over peak performance. Ja. En ik droom er sowieso nog van om een berghut te hebben. Oh Ja. En waar ik dus in plaats van dat ik dus naar het bedrijf te komen, naar het bedrijf als mensen naar mijn berg te komen en van daaruit de ja, experience ja, beleven. Ja, 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 ja. Um, al moet ik wel zeggen dat dat volgend jaar ook al wel gaat gebeuren. Dan heb ik nog niet de berg, okay. maar, uh, en we zijn met een huis in Portugal bezig. Dus de zaadjes zijn al gepland. Maar als ik dus ja. op dit moment dood zou gaan, dan mist het buitenland nog in mijn verhaal. Ja, ja maar je kan dan wel terugkijken op tevredenheid en goed ja, ja. gepresteerd natuurlijk. Dus, ja. uh, en, je en jij zei uh... nu dood neer, Ko? Uh, ja, ik ben vorige week vorige keer zelf geïnterviewd. Hè? Dus, uh, oh ja, dat hoef je nog. nou niet te antwoorden. Je, uh, <laughs> nee, dat ben ik ook. Dat heb ik zeker wel mijn bedenkingen. Maar ik, dan, uh, ik riep toen van ik kan mezelf in de spiegel aan blijven kijken. En, en ik, ben, ik heb gewoon geluk gehad. Ik heb een prachtig leven. Dus, uh, nee, denk, is, uh, denk je dat dat het, het geluk is? Nou, dat is een mooie vraag. We hadden het al afgesloten. Hè? Nu eigenlijk maar niet juist Maar uh, nee, dat denk ik eigenlijk niet. Het is ook vaak een kwestie van... Ja. Van keuzes durven maken. Maar ja. volgens mij ga jij ze dat vertellen, allemaal. Die nou ja, die ik hier... geloof namelijk niet in geluk, weet je wel. Ja, ja. Weet je, geluk is. Dat is net alsof ik het een muntje omhoog gooi en dat is geluk. Ja. ja maar ja. ik geloof veel meer in dat we nog meer die verantwoordelijkheid kunnen pakken over ons eigen leven. Ja. En het doe je dat niet één keer per ja. jaar, maar doe je dat iedere dag, ja. ieder moment. Ja ja dan moet je je dan ook bewust zijn van het leven hè. en je ja. zijn en, en, ja. en ben jij daar of, of ben jij slachtoffer van een situatie precies ja of is het eigenaarschap bij jou hoog in het vaandel ja, 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 ja. hey San dank je ja ik nee dat ging ik zeggen hartstikke bedankt voor het interview het <laughs> duurde te lang <laughs> Ik vind het heel inspirerend ik, ik zie dat helemaal gebeuren met jou. Jij ja, moet je wel het bos uit. Dat is misschien weer een beetje jammer voor je. Uh, maar ze mogen ook naar mijn bos komen. Dat, ja, dat, dat, dat zou natuurlijk helemaal Dat is ook zijn. tof. Uh, ja. 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 Dus het... ja, ik, je kan met mij alle kanten op. We gaan <laughs> We het nog kaders geven. Hartstikke bedankt en straks een goede terugreis richting ja. het... Uh, het uh, zonnige zuiden. Het zonnige zuiden. Lichte zuiden. Lichte zuiden. Nou, en heren, dit was de Sprekerpodcast. En uh, wij zijn de volgende week weer met hopelijk weer zo'n inspirerende spreker.